je ziet dat ik iemand ben van heel langzame ontwikkeling. Maar onverbiddelijk zou je kunnen zeggen, langzaam zich ontwikkelend. Waar naartoe, dat weet ik nooit. Maar je krijgt de behoefte om ja, toch weer nieuwe inspiratiebronnen aan te boren. Toen ben ik naar de postharmonie gegaan en toen heb ik gezegd, dag meneer, heeft u misschien, ik heb gehoord dat je hier een instrument kan krijgen waar je op je dan les kan krijgen. Ja, dat klopte. En wat zou je dan willen spelen? Ik zeg, nou, trompet. En zegt hij, nou, wacht eens even, dan gaan we even kijken. En dat deed de deur van de kast open. Hij zegt, het spijt ontzettend, de trompetten zijn op. Toen zei hij, ja, ik heb nog wel klarinetten liggen. Toen zei ik, nou ja, geef dan maar een klarinet. En zo is het begonnen.